Hey bro, ik ben OMW Bot naar B. Check jij OB en daarna ER? The fuck heb jij het over? Hallo kijkers van Dus David Games en welkom bij de allereerste episode van League of Legends The Basics. Ik ben Wouter van Dodo Games NL. Ik ben een diamond speler in League of Legends en dat houdt in dat ik in de top 0,2% zit van spelers in Europa. En vandaag ga ik jullie leren over communicatie in League of Legends. Je denkt waarschijnlijk van, waarom heb ik dat in godsnaam nodig? Want ik kan al prima praten, tenminste dat hoop ik dan, dat je dat kan. Maar de reden daarvoor is dat League of Legends een teamgame is en dat het heel belangrijk is om met je team te communiceren. En te zorgen dat je elkaar begrijpt. En dat jij natuurlijk ook begrepen wordt door je teammates. En daarom zijn er een paar standaard afkortingen. Het zijn echt de basics van League of Legends. Maar er zijn een paar standaard afkortingen die je daarom dan wel moet weten. En die ga ik in deze video aan je uitleggen. We beginnen met de drie meest standaard woorden. Termen, wil ik bijna zeggen. En dat zijn top, mid en bot. Nou, je hebt waarschijnlijk al op Summoner's Rift gespeeld. Dat is de 5 versus 5 map van League of Legends. En daar heb je drie lanes, namelijk top, mid en bot. Nou ja, moet ik nog meer zeggen. Het is heel simpel. Er wordt gewoon altijd verwezen naar de lane. Dus als je bijvoorbeeld je champion aan het kiezen bent, dan wordt er gezegd me top, I wanna play top, I wanna play mid. Het verwijst gewoon naar de lanes en het spreekt eigenlijk gewoon voor zich. Dan een andere term die heel veel voorkomt is SS. En dat staat voor miss. Oftewel, je mist iemand. Stel je speelt in midlane en je tegenstander is er niet. En dan zeg je mid-miss. Ik mis mid. Ook simpel. Een andere term om dat te zeggen is Mia. Die wordt wat minder vaak gebruikt. Maar dat staat voor missing in action. Dat werd gebruikt in het Amerikaanse leger. En dat is op de een of andere manier in League of Legends erin gerold, zeg maar. Een andere afkorting, N1, nice one. Als je iets goed doet, wat je vast wel zal doen als je een beetje hebt geoefend, dan kan het zijn dat je teammates zeggen nice one, N1. Eentje die erop lijkt is natuurlijk GJ, good job. Dat zijn over het algemeen wel hele standaard afkortingen die je ook wel moet kennen zonder dat je League of Legends speelt. Dan nog een belangrijke, OMW. Weer een hele standaard afkorting, maar wel heel belangrijk. OMW staat voor On My Way. Dus ik ben OMW top. Ik ben on my way naar top. Of OMW naar bot. Het ligt naar waar je heen gaat natuurlijk. Heel standaard, maar wel belangrijk dat je hem weet en dat je hem ook gebruikt, uiteraard. Dan hebben we B. Die is wat specifieker voor lol. Zoals je weet kan je recallen in de game. Kan je teruggaan naar de basis en dan zeg je B. Ik ben B. Ik ben back. Ik ben recallen. Dat is ook best wel simpel, maar je moet het maar net weten. Dan nu wat specifiekere afkortingen. Eentje die veel wordt gebruikt op wat hoger niveau is OR en OB. Dat is Our Red en Our Blue. En dat slaat eigenlijk op de twee buffs die je hebt. Red en Blue, rood en blauw. En dan zeg je bijvoorbeeld OMW, on my way, naar OR, Our Red. Of OB, Our Blue. En dan heb je natuurlijk ook de Enemy Red en de Enemy Blue. Dus ER, EB of TR en TB. Er worden verschillende afkortingen voor gebruikt. Maar dat is eigenlijk dus voor de Enemy Red of de Enemy Blue. Nou, dat waren eigenlijk wel een beetje de standaard dingen die je gebruikt tijdens het spelen. En over het algemeen aan het einde van elke match zeg je GGWP. Tenminste, dat is heel. Dat is toch wel respectvol als je dat zegt. Respectvol als je dat zegt. GGWP, good game, well played. Het is belangrijk, denk ik, dat je positief bent in je matches. Positief in het communiceren met je team. En dat je daarom deze afkortingen kent. En dat je daar hopelijk je voordeel mee doet. Dit is natuurlijk echt de basis van League of Legends. Ik ga dus nu beginnen met de serie League of Legends Basics. En daar leer je allemaal dingen. Ik ga het hebben over de termen, over alle champions. Wat nou standaard manieren zijn om je champion te builden. Dat soort dingen. Echt alle basis komt gewoon voorbij. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Nou, mochten jullie op de een of andere manier toch nog
vragen hebben of zo, dan kan je dat gewoon hieronder posten. Of heb je suggesties voor wat je wil weten? Gewoon hieronder posten. Ik lees alle comments. En nou, mocht je ook van Manticore houden, of de Black Dragons Manticore, daar speel ik dan bij. En Firion, Kingdom Firion, daar zit ik ook in. Mocht je die video's leuk vinden, kan je ook naar mijn kanaal, DodoGames.nl. Zou het leuk vinden als je subscribt of als je een vraag stuurt of een opmerking. Ik lees echt alles en ik probeer op alles te reageren. Dus ja, het zou echt heel gaaf zijn als je me daar volgt. En ik hoop je daar dan te zien. En natuurlijk bij de volgende episode van League of Legends Basics. League of Legends Basics. Nou jongens, succes in Summoner's Rift.